Davius TV-kijkers, het is weer zover. De tweede competitiehelft gaat beginnen. Alle supporters snakten ernaar en wel zodanig dat dit veld door vrijwilligers van DVS, en ik kan wel, ik weet niet hoeveel namen opnoemen, maar een geweldige prestatie hebben ze verricht door dit veld zo op deze manier voor elkaar te krijgen, Jan. Ja, nou ja, dat zegt wat over hoe het bij de club leeft en hoe ze met die jongens van ons bezig zijn. Dus ik heb het ze verteld en ik hoef ze dat eigenlijk niet te vertellen. Want ik heb zelf het idee dat ze heel goed beseffen wat er allemaal voor ze gebeurd is. En dat het nu aan ons is om die man een beetje terug te betalen. Ja. En ik neem aan dat jij er zelf ook ongelooflijk veel zin in hebt. Want het kan jou niet kort genoeg duren, die winterstop. Ja, die vriendschappelijke potjes, daar ben je in deze fase natuurlijk heel snel klaar mee. En we baalden ongelooflijk dat we vorige week eigenlijk al niet konden spelen. Dus, en nu hebben we het zelf in hand, dus vandaar dat wij heel graag wilden voetballen vandaag. En tegen een hele goede tegenstander, maar we hadden toch zoiets van, joh, als het dan toch moet, dan vandaag maar. Ja, ik zie weer een aardig wat bekende jongens rondlopen. Toch weer een basis. Jij kiest wel heel consequent voor een hele duidelijke basis, hè? Ja, nou ja, die jongens die doen het natuurlijk goed. En ik heb al vaker gezegd dat ik heel blij ben met de totale samenstelling van de selectie. Want die bepalen toch ook nog wel vaak je kracht, tenminste van zo'n ploeg. Dus we hebben goede jongens op de bank zitten. Maar ik ben wel iemand die vertrouwen geeft, ja. Yasin Koert is er niet bij. Maar ik heb het idee dat Gerald Poot langzaam maar zeker die positie toch aardig begint in te vullen. Ja, nou ja, Gerald heeft even wat aanloopproblemen gehad. En Yasin deed natuurlijk uitstekend op die plek. En die zit er eigenlijk weer aan te komen. Dat was deze wedstrijd nog te vroeg voor, maar volgende week sluit hij weer aan. Dus dan hopen we op nog steeds meer keuzes. DVS speelde uit in Wierde een werkelijk fantastische pot. Met in de eerste helft heel goed voetbal en in de tweede helft voetbal waaruit echt voor het eerst bij mij al echt naar voren kwam dat de wil om te winnen, dat hij er begon aan te komen. Dat is het allerbelangrijkste. Je hebt willen en echt willen. Dat zeggen wij eigenlijk ook altijd in de kleedkamer, jongens. Van hoe graag willen we? Nou ja, we hebben al een aantal wedstrijden laten zien hoe graag we willen. En voetballen speel je eigenlijk maar meteen doen. En dat is toch om te winnen. Dat zit er nu denk ik aardig in. We willen zo snel mogelijk naar de overkant met die bal. Dus daar moet het toch gebeuren. Die jongens die hebben het hartstikke goed ingevuld tot nu toe. En ik heb nog even gerefereerd aan de wedstrijd tegen VVO. Even jongens, daar hebben jullie laten zien wat jullie in je mars hebben. Nou ja, en vandaag zijn eigenlijk de omstandigheden perfect om dat weer te laten zien. Geen wedstrijden in de buurt, dus we rekenen ook op een beetje publiek. En die jongens hebben natuurlijk al reclame voor zichzelf gemaakt. Dus daarvoor doen we het natuurlijk ook een beetje. Je hoopt het volk hier ook te vermaken. Dat gaan we ook wel doen vandaag. Laat de echte wil om te winnen de doorslag geven vanmiddag, Jan. Oké, succes. De tweede competitiehelft gaat zo beginnen. Spelers gaan elkaar ongetwijfeld een handje geven. Er worden nog even wat kaarten bekeken door de scheidsrechters. Spelerskaarten moet ik zeggen. Allereerst een ongelooflijk compliment aan de vrijwilligers van DVS. Met als speerpunt Gerbrand Bos op zijn tractor. Gistermiddag heeft hij de basis gelegd. Was het veld al nagenoeg schoon. Natuurlijk die sneeuwbui van gisteravond. Die zorgde er ook nog weer even voor vraagtekens. Maar vanmorgen zag ik hier 10, 12, 14 man hard bezig om het veld werkelijk schitterend voor elkaar te krijgen. Grote complimenten namens de supporters van DVS 33. Dat ze dit voor elkaar hebben gekregen. En de wedstrijd is begonnen. Oegus die paast de bal naar een van de centrale verdedigers. Gelijk een diepe bal hier op Mirko Zwiers. En de grensrechter constateert buitenspelgeval voor de nummer 2 van SVZW, Mirko Zwiers. SVZW. Via Bartels
Bartels naar Holtkamp en die weer terug naar zijn doelman. Michiel Achterhoek, moet ik zeggen. Ook aan Soykan. Komt hem op Maurice de Ruiter. Maurice naar Okan. Draait weer de goede kant op. Draait de speler bijna suf. Joshua Teravest had daar toch wel even wat moeite mee. Maurice de Ruiter. Paast hem op Jerel Poot. Jerel Poot op de opgekomen Ronald Hoek. Daar aan de rechterkant. Ronald Hoek zet die bal voor. Maar Christian van der Kamp wordt niet bereikt. Bal gaat wel over de zijlijn. Tot nog toe een wedstrijd met weinig doelkansen. Doelrijpe kansen moet ik zeggen. Wel DVS wat iets meer het initiatief heeft. Toch iets meer aanvallende aspiraties heeft. Ook aan Soykan. Probeerde daar een paasje tussendoor. Maar via komt de bal toch bij Maurice de Ruiter en nu Roald de Vries. Roald de Vries naar de altijd aanspeelbare. Ook aan Soykan. Joran van Zanten. Strakke paas, maar komt niet aan. Maar daar toch weer DVS balbezit. Ja, heel goed storend werk van Ali Akla. Maar SVZW kan toch overnemen. Nu Maurice de Ruiter op de lopende Daniel van Warven. Prima gelopen Daniel. Gaat daar het strafschopgebied in. Geeft een voorzet. En wie staat daar? Oh, daar stond Christian van der Kamp. Maar ook de doelman Michiel Achterhoek. En nu weer balbezit DVS. Roald de Vries naar Daniel van Warven. Mooie beweging. Balletje over een SVZW geplaatst. Nu via Magiel van Keulen gaat de bal over de zijlijn. En mag Roald de Vries gaan ingooien. U hoort het toch over het algemeen. De DVS-namen de boventoon voeren. De wedstrijd gaat langzaam maar zeker toch weer een beetje in het voordeel kantelen van DVS. Heb ik het idee. Maar goed, de doelpunten zijn nog niet gevallen. Nu Daniel van Warven alleen het strafschopgebied in. Schiet kans. Oh, veel te slap schot. Dat is echt de eerste grote. Nou, toch zeker bijna wel 80-90% kans. Voor DVS 33. Ingooi voor SVZW en wel Magiel van Keulen. Oegus. Maar gelijk drie DVS'ers erbij. Dat doen ze heel goed. Mooie ingooi. Daardoor ontstaat er gelijk ook een opening. Mooie ingooi van Magiel van Keulen. Heel goed gezien. Komt die bal, Oegus, daar aan de rechterkant. Kan die gevaarlijk worden? Hij probeert het wel, maar hij wordt daar gestoord door Jerel Poot. En deze bal komt totaal niet aan. En wordt een prooi voor DVS via een ingooi. Weinig echt storend werk van SVZW. Laat de DVS over het algemeen toch wel komen. Er zijn ook echt ploegen die vaak het van voorchecken moeten hebben. Maar SVZW absoluut niet. Is toch wel beducht voor DVS. Kun je duidelijk zien in de manier van het spelen. Kevin Amman. Weer met Ronald Hoek bij zich. Weer goed storend werk. En daardoor balbezit Ali Akla. Ali Akla zet die bal daarvoor. Christian van der Kamp. Ja, die weet uit zo'n situatie toch nog een gevaarlijk moment te creëren. Goeie kopbal Christian van der Kamp. Maar ook een dito reactie van Michiel Achterhoek. De doelman van SVZW. Vrijtrap SVZW. Komt weer zo'n moment. Kevin Amman neemt die meestal. Ja, denk ik toch wel. Ja, komt hij hoog. Heel moeilijk te verdedigen vaak. En, maar in dit geval toch heel goed. Het gevaar Ruud ter Heide kent DVS natuurlijk als geen ander. Ali Akla naar Edmund Meijneer. Ali Akla tikt hem toch even terug op Jerel Poot. Wacht op wat meer versterking. Ali Akla. Mag gaan ingooien. Gaat hij doen naar Okan Soykan. Okan Soykan naar Maurice de Ruiter. Geeft hem mee aan Okan Soykan. Prima combinatie. Komt die bal daar hoog. Holtkamp kan hem wegkoppen. En dan toch weer balbezit DVS. Roald de Vries. Roald de Vries naar Edmund Meijneer. Ronald Hoek. Overtreding, denk ik. Ali Akla. Nee, andersom. Ik dacht dat Ali Akla toch lichtjes in de rug duwde van een van de spelers van SVZW. Maar
Zowel de scheidsrechter als de grensrechter ziet het anders. En Keuler geeft DVS een vrije trap. Op een interessante plek. Ook aan Soykan. Komt die bal? Onverwacht schiet hij hem toch op het doel. Als keeper Michiel Achterhoek die bal niet had geraakt, was hij gelijk het doel ingeploft. Heel langzaam maar zeker zou je kunnen stellen dat een voorsprong van DVS langzaam maar zeker verdiend zou zijn. Komt die bal daar? Schot. Schot. Keihard schot van Daniel van Warven. Maar smoort daar in de melee van spelers. Ook aan Soykan. Weer een mooie paas op Daniel van Warven. Komt die bal daar? Dat is hem. Nee. Oh, hij hangt er prachtig in de lucht. Christian van der Kamp. Maar hij kan net niet de bal naar beneden knikken met zijn hoofd. Hij komt net iets te veel onder de bal. Waardoor de bal net iets over de lat. Ingooi. Ja. Ja, bijna balbezit voor SVZW. Ik dacht dat ik hoorde dat er twee hoofden tegen elkaar aankwamen. En daar zal toch echt wel nu verzorging plaats moeten vinden. En in dit geval terecht. En natuurlijk in deze sportieve strijd geeft scheidsrechter Keuler Kevin Amman de gelegenheid om een ander shirt eroverheen te trekken. Over zijn ondershirt. Zo ziet hij er weer wat appetijtelijker uit. 44 minuten staat inmiddels op de klok. Maar ik denk toch zeker dat de scheidsrechter een minuut of vijf bijtrekt. Met name in verband met die botsing. Die ongelukkige botsing. Ook aan Soykan. Prachtig. Prachtige paas op de lopende. Ja, 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 ja. Dat is hem hoor. Ja, ja. Maurice de Ruiter. Prachtige paas van Okan Soykan. Jongen, jongen, wat is dat heel mooi bekeken. Prima lopende Maurice de Ruiter. En die weet die bal over keeper Michiel Achterhoek te lepelen. Een volkomen verdiende 1-0 voorsprong voor DVS 33 in deze wedstrijd tegen SVZW. Ze belonen hun betere veldspel in deze eerste helft. En de stand nogmaals 1-0 voor DVS. Nu komt SVZW eruit. Kan een gevaarlijk moment worden. Mirko Zwiers. Maar heel goed mee verdedigd weer van Maurice de Ruiter. Goed zijn lichaam gebruikt. En de scheidsrechter maakt een eind aan deze eerste helft. Een eerste helft waarin DVS 33 op een volkomen verdiende 1-0 ruststand is gekomen. DVS goed voetballend. Zonder echt uitmuntend te spelen. Iets wat meer uitgespeelde kansen. En we zijn benieuwd wat het in de tweede helft gaat worden. Te laat, Piet. Strafpunten. Met Ruud Terheide. Met ook Maarten Jansen. Ook aardige lengte. Komt die bal, voorzet. Van Strijland. Schot. Geblokt. Maar daar prima actie. Daniel van Warven bijna in balbezit. Maar voorkomen door Van Strijland. Joran van Zanten. Ronald Hoek. Lange bal richting Ali Akla. Ali Akla. Eén man voorbij. Gooit hem nu in zijn vierde versnelling. Oh, heel jammer. Dat paasje. Het mislukt. Bijna tussen de benen door. Maar weer goed storend werk van DVS. Ronald Hoek. Ronald Hoek naar Jerel Poot. Daar weer Ronald Hoek. Hele mooie kreet van Ronald Hoek. Waardoor hij de scheidsrechter ook een beetje helpt. En DVS een vrije trap. En Ronald Hoek mag hem zelf nemen.
Paastum, maar Paastum verkeert Holtkamp. Nou, daar komt als een duveltje uit de doosje Christian van der Kamp bijna DVS in balbezit brengen. Goed storend werk daar van Roland de Vries, waardoor Ronald Hoek hier toch weer in balbezit komt. Maurice de Ruiter. Maar via de voet van een speler van de SVZW, Bartels in dit geval, gaat de bal over de zijlijn DVS ingooien. En die brengt ook aan Soykan in balbezit. Okan. Mooi paasje weer in de richting van Daniel van Warven. Maar Giel van Keulen heeft daar goed het oog in. En Oegus kan niks anders doen dan de bal over de zijlijn plaatsen. Ingooi. Snel genomen Ronald Hoek. Daniel van Warven. Maurice de Ruiter. 1. 2 man. Gaat de strafschopgebied in. Via SVZW. Weer. Een corner voor DVS. Maar daar is kennelijk geen sprake van en SVZW mag gaan opbouwen. Via de invaller Strijland. Strijland daar weer in balbezit gebracht. Prima paas op Mirko Swiers. Zet die bal daar voor. Oeh, en daar kwam zomaar een SVZW-speler vrij in balbezit. Ali Akla. Naar Daniel van Warven. En nu kan Ali zijn sprintsnelheid laten zien. Maar hij krijgt die bal daar net niet goed mee. Maar nu wel weer. Holtkamp bij hem in de buurt. Ja, je ziet dat Holtkamp weinig anders kan doen dan alleen maar een overtreding maken. Echt alles en nog wat heeft hij nodig om het Ali Akla zo moeilijk mogelijk te maken. Zijn handen, zijn lichaam, zijn voeten. En wederom een vrije trap voor DVS. Weer goed storend werk daar. Maar het levert geen definitief balbezit op voor DVS. Joran van Zanten die daar weer heel goed de situatie leest. Jelle Poot. Prima vanuit de lucht direct gepaast. En nu Maurice de Ruiter. Helemaal alleen. Oeh, hij dacht, ik ga door. En misschien maakt die nummer 8 Bartels wel een overtreding. Hij zet die bal alsnog voor. En daar tegendraads ingekopt door Ali Akla. Maar hij kon, doordat die bal tegendraads ingekopt werd, helaas niet te veel krachten erachter zetten. Michiel Achterhoek. Hoge bal. En daar Joran van Zanten. Nou wordt het uitkijken, misverstand daar zou je kunnen zeggen bij de DVS-verdediging. Maar Terheide die plaatst een hele spannende situatie. Maar prachtig verdedigd. Met name door Edmund Mijnheer, geassisteerd daar. Ali Akla, Daniel van Warven. En nu kan de DVS er snel door. Nu wordt het langzaam maar zeker tijd, scheidsrechter, dat je de volgende gele kaart gaat trekken. Want dit soort overtredingen begint een beetje hinderlijk te worden. SVZW, duidelijk de wat onderliggende partij. En heeft steeds meer overtredingen nodig ten opzichte van DVS. En nu ook weer. Zeer goed, compact, storend werk van DVS. Levert balbezit op via de doelman Daan Huiskamp. Dat moet hij niet doen. Via Ronald Hoek. Die toch zijn hoofd durft te gebruiken. En gelijk ook weer zelf mee opkomt. Heel goed gespeeld. Prachtig paasje binnendoor op Daniel van Warven. Die weer op Jerrel Poot. Oh, prachtig. En de scheidsrechter ziet ook daar weer een schwalbe in. Prima storend werk daar. Edmund Mijnheer. Die werkelijk weer van hele grote waarde is. Nu Ali Akla. Wat doet hij? Oh, bijna à la Robin van Persie. Weet hij daar die bal koppend in het doel te werken. Het leek erop. De paas leek erop. Paas van Daley Blind, in dit geval van Edmund Mijnheer. En dan nu en dan die prachtige kopbal van Ali Akla. Had meer verdiend. Is mooi aangeboden door Ruud Terheide. Nu, DVS kan er supersnel uit. Ali Akla. Gebruik je snelheid. Ali Akla. Tegenstander 1, tegenstander 2. En jammer, die bal die wordt net geblokt door Maarten Jansen. Maar kennelijk toch als laatste aangeraakt door Gerald Poot. Deze aanvallen moeten toch even wat slimmer worden uitgespeeld. En dan hoeven we hier niet meer in onze piepzak te zitten. Want ja, de stand is nog steeds 1-0.
Ali Akla, prima lichaamsschijnbeweging, daardoor in balbezit komend. Hier aan de rechterkant geeft die bal voor. Prachtig! Oh, Christian, dit was je kans op 2-0. Schitterende voorzet van Ali Akla. En normaal toch een handelsmerk van Christian van der Kamp. Hier is hij goed ziek van. Hij weet het. Dit had het tweede doelpunt moeten zijn. En DVS gaat denk ik wisselen. Ja, Mike Arends staat klaar om gewisseld te worden voor Christian van der Kamp. Het veld verlaat met nummer 9, Christian van der Kamp. Hij heeft weer alles gegeven. Met nummer 22, Mike Arends. Christian had de beslissing op zijn voorhoofd. Je hoort precies en je ziet precies aan zijn mond wat hij zegt. Fuck! Of zo. Maarten Jansen. Ronald Hoek. Maarten Jansen probeert daar Ronald Hoek te piepelen. Uiteindelijk heeft hij zichzelf alleen maar. Ingooien SVZW. Spanning begint natuurlijk behoorlijk te stijgen. Stand nog steeds 1-0. Goede onderschepping Gerald Poot. Goede balcontrole Mike Arends. Nu komt hij. Op topsnelheid. Jammer. Net te scherp gepaast van Mike Arends. Daardoor de bal niet aangekomen. Bij Ali Akla. Was weer een mogelijkheid. DVS moet daar toch wat slimmer mee omgaan. Met die ruimtes die ze nu krijgen. Want SVZW wil natuurlijk forceren. Daardoor ontstaat er meer ruimte in de achterhoede bij SVZW. Ronald Hoek. Holtkamp. Ja. 70% van de wedstrijd achter je tegenstander aanlopen. Levert nog wel eens een overtredingje op. Links en rechts. Ronald Hoek die werkelijk voortreffelijke wedstrijd heeft gespeeld. Stefan de Geijten. En het veld wordt verlaten door nummer 8. Ronald Hoek. Hij krijgt een ovationeel applaus. Heldhaftig. Voorlopig nog even wachten. Jordi Grovenstein mag er ook nog even in. De laatste 4-5 minuten. In het veld komt met nummer 4, Ali Akla. Die gaat eruit. Heeft voldoende werk geleverd. Prima. Ook die krijgt een ovationeel applaus. Naast hem op Oegus. Die weer naar Swiers. Swiers op de inkomende Strijland. Goed. Goed werk. Prima paasje. Nee, toch niet. Heel goed gelezen door Daniel van Warven. Nu een paas op Mike Arends. Maar daar zit Wensink ook bij. Wensink die daar heel goed het oog in heeft. En paas op Holtkamp. Holtkamp, mooie paas op Oegus. Maar het wordt een penalty. Ja, ik heb het al gezegd. Oh, dit is toch dood en doodzonde. Zo zit voetbal in elkaar. Ik vertelde het al. Gaat het toch nog mis? Enorme spanning op de tribune. Komt dat schot? En geen probleem. 1-1. In de 89e minuut wordt het 1-1. Doelpunt te maken, Nigel Michels. Herman Kuiphof zou zeggen, zijn we er toch nog in getuind? SVZW. Nooit verslagen. Voor de laatste minuut. Voor de laatste seconde. DVS 33. Die de wedstrijd al lang had kunnen beslissen. Maar moet SVZW langs zij laten komen. Heel zonde. En daar misschien een kans. Ja! Ja! Het is toch niet te geloven! Mike Arends. Oh, hij heeft het me beloofd. 2-1. Het is ongelooflijk. Tjongejonge. Wat een apotheose van deze wedstrijd. Oh, oh, oh. De teleurstelling was zo ongelooflijk groot van iedereen. En dan toch in een melee van spelers. Een paasje binnendoor. SVZW-verdediging let totaal niet op. Mike Arends komt daar alleen voor de doelman. En zeer gedecideerd weet hij daar toch de 2-1 aan te tekenen.
Arends. Mike Arends. Ja. Hij beloofde het me voor de wedstrijd. Zegt Mike, je valt in. Maar jij maakt een doelpuntje, jongen. Prachtig. Man of the match, Maurice de Ruiter. Toch al bijna 5 minuten in blessuretijd. Komt de bal weer. Joran van Zanten daar in de buurt. Mirko Swiers. Maar prima geblokt. Joran van Zanten. En daar het laatste fluitsignaal. Zeer belangrijke overwinning voor DVS 33. Weer 3 punten erbij. 5 punten los van de nummer 2 en de nummer 3. 9 punten los van SVZW. Hier balen de Wierdenaren stevig van. Maar ze zullen moeten toegeven dat er 1 ploeg was die het verdiende om deze wedstrijd winnend af te sluiten. En dat is DVS 33 uit Ermelo. De trotse koploper van de hoofdklasse C. Dank u voor uw aandacht. En nogmaals, grote dank aan de vrijwilligers voor deze kostelijke middag in Ermelo. Dames en heren, tv-kijkers, een wedstrijd om niet zo heel gauw te vergeten. Het leek erop dat het een regelmatige 1-0 overwinning zou worden. Maar dan wordt het toch nog zo'n enorm hectische slotfase. Gerald. Ja, die penalty was geen penalty volgens mij. Maar ja, dan maken we een 1-1. En dan bouw je met z'n allen, aangezien je het al eerder had moeten afmaken. En gelukkig maken we daarna nog 2-1 door Mikey. En hebben we toch gewoon 3 puntjes binnen. En een verdiende overwinning in mijn ogen, Joran. Ja, denk ik wel. Zeker qua veldspel was je zeker de eerste helft de baas. Vergeet je eigenlijk op voorsprong te komen. En zie je de tweede helft gaan ze gelijk vanaf het begin 1-1 spelen. En word je iets naar achter gedrukt. Maar goed, in de omschakeling waren we ook vrij gevaarlijk. Moeten we eigenlijk ook de 2-0 maken. Gebeurt dat niet. Nou ja, en dan staan we één moment even niet goed. En volgens mij, naar mijn inziens, was het ook geen penalty. Goed, hij geeft hem. En zie je die 2-1 overheen, dat is geweldig. Mijn zinziens was die kopbal van Christian van der Kamp. Ja, ik denk dat hij er zelf het meest ziek van is. Dat was toch een beetje de bottleneck. En toen hadden jullie de wedstrijd op slot kunnen gooien. Ja, die kans van Chris. En Daan had volgens mij ook nog een kans. Dat hij de keeper voorbij wil. Dat de keeper hem goed pakt. Ja, en dan krijg je hem zo zuur tegen. En dan is het even de schouders er weer om en hopen dat je hem nog maakt. En gelukkig deden we dat ook. Dus, ik moet je trouwens mijn complimenten geven dat je het toch steeds weer volhield. Blijven trainen, ondanks het feit dat je niet een vaste basisplaats had. Hè. Yassin Koert die staat in principe in de rangschikking net voor jou. Maar je pakt hem wel nu, die kans die je nu hebt gekregen. Ja, natuurlijk is het zuur als je niet speelt. Maar ja, als Yassin en Okan samen zo spelen op het middenveld, kan je heel boos gaan worden. Maar ja, als wij winnen en hun spelen zo, dan dat is de keuze van de trainer. Ja. En dan moet je maar doorpakken en gewoon komen trainen en doorgaan met trainen. En dan hopen dat je kans komt. Ik heb je niet voor niks nu gevraagd, want het valt mij op, ook in de oefenwedstrijden, dat je toch heel langzaam maar zeker in het team begint te functioneren. Ja, misschien ook een beetje vertrouwen wat je dan krijgt. Iets meer voetballen. Ja, en dan hopen dat het goed gaat. En dat ging gelukkig vandaag ook wel aardig. Dus, Wat ik ook heel veel heb gememoreerd in mijn verslag, dat was dat jullie met z'n tweeën, Joran, jij en Edmund Mijnheer, ongelooflijk goed het oog erin hadden. Ja, nou, je weet wat voor spits tegenover je hebt, fysiek sterke spits. En dan moet je goed naar elkaar kijken van wie checkt voor en wie stapt achter, zeg maar. Wie pakt de rugdekking. En ik denk dat het wel aardig gegaan is. Dus wat dat betreft kunnen we zeker tevreden zijn. Is het qua coaching lekker om met zo'n zeer ervaren voetballer, want hij speelt al 20 jaar in vertegenwoordigende eerste elftallen, te voetballen? Word je ook nog echt veelvuldig gecoacht of doe je het ook andersom? Nee, natuurlijk. Ja, ik zet Ed ook wel af en toe neer. Maar goed, meestal dan is het 1 stapje naar rechts en bij mij zijn het meestal soms nog 5 stapjes naar rechts. Dus Ed die helpt me daar heel goed in. En ik weet heel goed, hij staat al 20 jaar op het voetbalveld en ik misschien 12 of zo. Dus iets meer ervaring heeft hij gewoon. Ja. En daar helpt hij me bij. Ja.
Ja, hij staat nog langer op het voetbalveld, wel 30 jaar, want maar 20 jaar in vertegenwoordigende eerste elftallen, zeg maar. En jij komt net kijken. Ja, ja, ik kom eigenlijk net kijken. Ja, klopt, dat zeg je goed. Maar ja, dit bevalt me goed, hè. Gerald, ik ben benieuwd. Bevalt het je bij DVS? Spelen in soms noem ik het bijna een machine, een combinatiemachine. Is toch mooi? Moet je kijken, je staat nu bovenaan in de hoofdklasse. Ja. Dan wil iedereen toch bij voetballen, dus dat is zeker mooi, tuurlijk. Ja. Alleen ik heb de afgelopen maanden iets moeilijker gehad, omdat je niet speelt natuurlijk, daar bouw je van. Ja. Maar ja, dat weet je ook, als je dan bovenin meedraait, dan is de concurrentie iets groter dan als je een beetje middenmotor onderin meedraait. Je bent nu bezig met gesprekken met TC? Ja, die zijn bezig. Ja. En gaat het de goede kant op? Dat gaan we zien. Ik hoop het in ieder geval. Ik wil je bedanken voor het mooie voetbal wat je hebt laten zien. Prima. Joran, jij ook. Ja, dank wel, hè. Kanjer, heel goed. Dit was het. Prachtig.